Felix Veening Meynes sailed the world's oceans. He was an explorer, but not as Columbus or James Cook were. In 1923, Veening Meynes embarked on his first journey, even though back then, no islands or continents needed exploring. No, his many journeys in cramped submarines were of a different nature, but would change the world in a definitive and far-reaching way. Professor Veening Meynes was hier aan de TU Delft een hoogleraar. En vooral in het vakgebied van geodesie. Dus het meten van de vorm van de aarde, maar ook het zwaartekrachtsveld. En hier heeft hij baanbrekend werk verricht. Hij was de eerste die globaal metingen heeft gedaan over de hele aarde aan boord van een onderzeeboot. Die metingen zijn vandaag nog steeds zo nauwkeurig dat als we het vergelijken met satellietmetingen, dat ze in de buurt komen van wat we nu meten. Laten we dat maar klaarmaken voor onder water. Klaarmaken van de waterproef. In 1934, Veening Meynes undertook the most iconic journey of his career. On board of the submarine K-18 of the Royal Dutch Navy, he would cover 20,000 miles over the course of 8 months. From Den Helder to Africa, and from South America to Surabaya, Indonesia. Bringing with him the most advanced equipment of the time. Wat we hier hebben staan is het apparaat waarmee professor Veening Meynes de zwaartekracht heeft gemeten. Het toestel is nu in werking, de slingers slingeren. De bedoeling van deze nemingen is om tijdens deze reis de vorm van de aarde te bepalen. In het bijzonder die van het zuidelijk halfrond. Op onder oor. Wat we hier zien zijn eigenlijk 3 slingers. Die bewegen, waarmee die dus en het zwaartekrachtsveld kon bepalen, maar ook de beweging van de boot. En dat was natuurlijk belangrijk, omdat je wil niet de beweging van de boot in je metingen hebben. En doordat hij 3 slingers gebruikt, kon hij die eruit halen. We hebben nog meer objecten. Al zijn notitieboeken, tabellen met metingen. Verder hebben we deze rollen. Hier worden de lichtstralen die afgeweken worden door de slingers, worden hier opgenomen. 38 zie ik hier, mooi met potlood genoteerd. Heel veel van deze rollen hebben wij in het depot, behalve de rollen van de bekende reis van de K-18... Die missen we nog en daar zijn wij naar op zoek. The research of Veening Meynes has been of great importance to science and technology. It laid down the foundation for GPS and letter techniques now used for constructing tunnels and forecasting the weather. To check the accuracy of his apparatus, he looked at the stars. Hij moest zijn apparaten kalibreren. En dat deed hij hier aan de Delftse Sterrenwacht. We staan hier boven bij de koepel van de Delftse Sterrenwacht, waar professor Veening Meynes met behulp van de sterren tijdsmetingen deed, zodat hij wist hoe goed zijn klok later aan boord van de K-18 tikte. The modern world owes Veening Meynes a great deal. Much can be told about his work, and plenty more can be shown.